Ik sta hier onder de Corniel, de grens van Italië en Frankrijk, midden in het hart van de Kiera. En afgelopen zondag is, zoals in mijn vorige filmpje al te zien was, hier enorm veel sneeuw gevallen. Nou, en daar is gisternacht nog een beetje sneeuw bijgevallen. Ja, de condities zijn echt fantastisch. Buiten dat is het er vandaag heerlijk weer, een strak blauwe lucht met een lekker zonnetje. Nou, dus de condities konden niet beter. Toen we vanmorgen omhoog liepen, was het behoorlijk fris, maar langzaamaan kwam het zonnetje steeds hoger te staan en werd het steeds warmer, zodat het zeer aangenaam werd, totdat we op de top waren. Eenmaal op de top stond er echt een enorm harde wind die ook behoorlijk veel sneeuw verplaatste, dus dat kan later in het seizoen nog behoorlijk lawine gevaarlijke condities opleveren. Maar voor nu was het vooral erg vervelend om eens klaar te maken om te beginnen met skiën. Eenmaal in de afdaling waren de condities echt fantastisch. Dikke laag poeder en we konden echt mooie hellingen opzoeken. Ja, dat was echt enorm vermaak. Ja, dat voelt gewoon alsof het midwinter is, ondanks dat het nu begin november is. Ik heb nog wel zelden zo'n goed begin van het seizoen gehad. Ja, ik kan er eigenlijk gewoon niet over uit hoe heel erg lekker het hier momenteel is.